Er lag al een cruiseschip in de Nijmeegse Waalhaven dat gebruikt wordt voor de opvang van Oekraïense vluchtelingen. En nu is er een tweede schip bijgekomen. Dat zou eigenlijk ook in de haven aanmeren, maar door de lage waterstand van de Waal kon het de haven niet binnenvaren. Daarom ligt het nu aan de Waalkade ter hoogte van het labyrint. Vanaf maandag kunnen er ongeveer 120 mensen terecht.